Open de tweede profetie van uw Bijbel, de profetie van Exodus, hoofdstuk 9, vers 13. De titel van deze preek is De geheime voorzienigheid van God. Maar voordat we ingaan op de geheime voorzienigheid van God, moeten we eerst een deel van dit hoofdstuk in Exodus lezen. De kinderen van Israël waren bijna 430 jaar in Egypte. Ze werden een groot deel van die 430 jaar zwaar onderdrukt door de Egyptenaren. Mozes keerde terug uit de zelf opgelegde ballingschap uit Egypte, omdat God hem dat bevolen had. En Mozes eiste van Farao dat hij de Hebreeuwse slaven vrij zou laten gaan. Dit was geen klein verzoek. Met inbegrip van vrouwen en kinderen waren er minstens 2 miljoen Hebreeuwse slaven in Egypte. Maar aangezien de farao de Hebreeuwse slaven niet vrij wilde laten, zond God in totaal 10 plagen over het land Egypte om farao onder druk te zetten om de Hebreeuwse slaven vrij te laten. Nu springen we middenin die plagen. We lezen hier over de 7e plaag. Toen zeide de Heere tot Mozes: maak u morgen vroeg op en stel u voor farao's aangezicht en zeg tot hem: zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, laat mijn volk trekken dat zij mij dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden en over uw knechten en over uw volk, opdat gij weet dat er niemand is gelijk ik op de ganse aarde. Want nu heb ik mijn hand uitgestrekt, opdat ik u en uw volk met de pestilentie zou slaan en dat gij van de aarde zou verdelgd worden. Geparafraseerd zegt God in vers 14: nu zal ik mijn plagen sturen en de dingen aanraken die u dierbaar zijn, zodat u weet dat ik God ben. Wat was farao dierbaar? De fysieke welvaart van Egypte lag hem na aan het hart. Daarom wilde hij de Hebreeuwse slaven houden. Nu komen we bij vers 15. Vers 15 is een anomalie, zoals het in de King James Version is vertaald. Op geen enkel moment in het verleden of in de toekomst werd het land Egypte geteisterd door een plaag van God zoals deze. Het probleem zit hem in de vertaling van de spanningen. Letterlijk luidt de Hebreeuwse tekst van vers 15 als volgt: want als ik mijn hand had uitgestrekt en u en uw volk met de pest had laten slaan, zou u van de aarde zijn uitgeroeid. Met deze vertaling past vers 15 harmonieus tussen 14 en 16. Nu deze onheilspellende woorden, vers 16. Maar waarlijk, daarom heb ik u verwekt, opdat ik mijn kracht aan u betoonde en opdat men mijn naam vertelle op de ganse aarde. Verhef gij uzelven nog tegen mij, dat gij het niet wilt laten trekken? Zie, ik zal morgen omrent deze tijd een zeer zware hagel doen regenen, desgelijks in Egypte niet geweest is van die dag af dat het gegrond is tot nu toe. En nu, zend heen, vergadert uw vee en alles wat gij op het veld hebt, alle mensen en gedierte, dat op het veld gevonden zal worden en niet in het huis verzameld zal zijn, als deze hagel op hen vallen zal, zo zullen zij sterven. Mozes, dit is wat je morgen tegen farao moet zeggen. Ga nu slapen en sta vroeg op in de ochtend. Denk je dat Mozes een goede nachtrust heeft gehad?
Mozes heeft deze woorden van God waarschijnlijk de hele nacht gerepeteerd, om er zeker van te zijn dat hij 's ochtends precies zou zeggen wat God had gezegd, want dat was belangrijk. Is dit wat we zouden doen? Dit is inderdaad wat we moeten doen als we het woord van God horen. We willen er zeker van zijn dat we precies begrijpen wat God zei. Maar hoeveel mensen gaan naar de kerk, luisteren naar het woord van God en gaan naar huis terwijl ze vergeten wat God zei? Mogen dat niet onze houding zijn? Vers 20. Wie onder Farao's knechten de zeer een woord vreesde, deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden. Doch die zijn hart niet zette tot de zeer een woord, die liet zijn knechten en vee op het land. Toen zeide de Heere tot Mozes: maak u morgen vroeg op en stel u voor Farao's aangezicht en zeg tot hem: zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, laat mijn volk trekken omdat zij mij dienen. De Egyptenaren waren verdeeld. Er waren sommigen die Mozes geloofden, maar de meerderheid van hen klampte zich nog steeds vast aan hun afgoden. Zij die op hun afgoden vertrouwden, werden door hagel en bliksem getroffen. Nu was de dag van Gods oordeel aangebroken. En God zei tegen Mozes in vers 22. Toen zeide de Heere tot Mozes: trek uw hand uit naar de hemel en er zal hagel zijn in het ganse Egypteland over de mensen, over het vee en over al het kruid des velds in Egypteland. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel en de Heere gaf donder en hagel en het vuur schoot naar de aarde en de Heere liet hagel regenen over Egypteland. En er was hagel en vuur in het midden des hagels. Er was hagel en vuur in het midden van de hagel. Hij was zeer zwaar, desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het een val geweest is. En de hagel sloeg in het ganse Egypteland. Alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe. Ook sloeg de hagel het kruid des velds en verbrak het geboomte des velds. Alleen in het land Gozen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. De hagel en het vuur symboliseerden de toorn van God. Deze plaag symboliseerde de toorn van God over alle ongeredde mensen in de wereld. Dit maakte Farao bang. Vers 27. Toen schikte Farao heen en hij riep Mozes en Aaron en zeide: ik heb ditmaal gezondigd. De Heer is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuriglijk tot de Heer, want het is genoeg dat er geen donder Gods nog hagel meer zij. Dan zal ik jullie dan trekken laten. Hij zult niet langer blijven. Toen zeide Mozes tot hen: wanneer ik de stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor de Heere. De donder zal ophouden en de hagel zal niet meer zijn, omdat gij weet dat de aarde des Heeren is. Het lijkt erop dat Farao van gedachten is veranderd. Farao zei: ik heb gezondigd. Maar we weten dat Farao en zijn dienaren en zijn raadgevers, zijn tovenaars, opnieuw hun hart verharden tot de tiende plaag het land Egypte had getroffen. Wat zien we nu in dit hoofdstuk? We zien dat dit hoofdstuk spreekt over uitverkiezing. Het hele land Egypte was onderhevig aan plagen, behalve het land Goshen, waar het Hebreeuwse volk woonde. Het is goddelijk om vriendelijk te zijn voor de kinderen van Israël. Niet omdat alle kinderen van Israël uitverkoren waren, maar omdat hun slavernij in Egypte en hun bevrijding uit Egypte een groot beeld was van onze redding door het lijden en de dood van de Heere Jezus Christus.
Door de hele Bijbel heen spreekt God over uitverkiezing en over verwerping. In dit gedeelte liggen de woorden van vers 16 begraven, die spreken over Gods verwerping. Exodus 9, vers 16. En juist om deze reden heb ik u opgewekt, om in u mijn macht te tonen, dat mijn naam over de gehele aarde bekend mag worden gemaakt. Lezen we dat goed? God zei, om deze reden heb ik u opgewekt. Open uw Bijbel bij de brief aan de Romeinen, Romeinen 9, vers 17. Daar herhaalde God, in Romeinen 9, vers 17, dit vers uit Exodus 9, vers 16. Waarom ben ik overgestapt naar Romeinen 9? Waarom ben ik hier in Romeinen 9? Misschien moet ik u eraan herinneren dat dit de vierde preek over Romeinen 9 is. Ik ben gebonden en vastbesloten om alles wat in dit hoofdstuk staat te behandelen. De eerste preek was getiteld Isaak en Ismaël uit Romeinen 9 vers 6 tot 9, waar ik het feit naar voren bracht dat het Israël van God degene zijn die de kinderen van de belofte zijn. Het eerste voorbeeld van de kinderen van de belofte was Isaak. Het tweede voorbeeld van de kinderen van de belofte was Jacob, terwijl God Esau haatte. Dit was de tweede preek getiteld Het eerstgeboorterecht uit Romeinen 9, vers 9 tot en met 13, waar het idee van de verworpenen werd geïntroduceerd. Toen werd in vers 14 de vraag gesteld, is er onrechtvaardigheid bij God? Absoluut niet. Het antwoord op deze vraag wordt in twee stappen gegeven. De eerste stap was Gods antwoord aan alle uitverkorenen, wat de derde preek was met de titel Ik zal genadig zijn die ik genadig ben. Uit Romeinen 9 vers 14 tot en met 16. Waar het derde voorbeeld van kinderen van de belofte was getoond om alle uitverkorenen te zijn voor wie Christus stierf. De tweede stap van Gods antwoord aan alle verworpenen, dat is de preek van vandaag met de titel De geheime voorzienigheid van God uit Romeinen 9 vers 17 tot en met 20. Waar het vierde voorbeeld, de kinderen van de belofte, op een negatieve manier wordt gegeven. De verworpenen zijn niet de kinderen van de belofte. En dus lezen we Romeinen 9 vers 17. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Deze onheilspellende woorden waren niet alleen gericht tot Farao, maar ze zijn gericht tot alle verworpenen in de wereld. Breng dit in de context van Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. In Gods ogen bestaat de hele wereldbevolking uit Jacobs en Esaus, omdat er maar twee groepen mensen in de wereld zijn. Zij die behoren tot Gods uitverkorenen, zoals Jacob, en zij die behoren tot de verworpenen, zoals Esau. Farao is een verworpene, net als Esau. Nu raken we een gevoelig onderwerp aan. De geheime voorzienigheid van God. Wat is de voorzienigheid van God? De voorzienigheid is de kracht van God die het lot van de mens ondersteunt en leidt. Het is afgeleid van het werkwoord verstrekken. God voorziet alle mensen in de wereld in alles wat ze nodig hebben. Voor zijn uitverkoren volk voorziet God in nieuwe zielen en in omstandigheden die hen onwederstaanbaar
tot geloof leiden, om God en zijn woord te geloven, tot onderwerping en liefde voor Christus, en tot een verlangen om Christus te dienen in al hun werken, maar voor alle niet-uitverkorenen, ook wel verworpenen genoemd, zorgt God voor een verharding van hun hart en omstandigheden die hen ertoe brengen hun hart verder te verharden tegen God, tegen de wetten van God, haat tegen Gods volk en tegen wat God heeft geschreven in zijn woord. God houdt van al zijn uitverkoren volk en God haat de verworpenen. Daarom is voorzienigheid de kracht van God die het lot van de mens ondersteunt en leidt. En waarom is Gods voorzienigheid een geheim? Het is geen geheim dat Gods kracht het lot van de mens ondersteunt en leidt. Dit is aan alle gelovigen bekend, zolang het Nieuw Testament bestaat. En het is een seculiere wereld bekend, zolang de Webster's Dictionary bestaat. Dat wil zeggen minstens 100 jaar. Maar het is een geheim waarom God sommigen uitkiest voor redding en God anderen verwerpt om voor hun eigen zonden in de hel te betalen. Het is Gods geheim waarom er zoveel verworpenen zijn en waarom er zo weinig uitverkorenen zijn. Dat is het geheim van Gods voorzienigheid. U kunt de betekenis van het woord voorzienigheid onthouden door het te vergelijken met uitverkiezing. Uitverkiezing verwijst naar de geest van God. Voor de grondlegging van de wereld, of beter gezegd zouden we kunnen zeggen, voor de schepping van dit universum heeft God een bepaald aantal mensen uitverkoren tot zaligheid. Deze lijst met mensen is in Gods geest gedrukt, omdat er geen pen en papier was. Maar hoe ging God deze mensen redden? Dat is waar voorzienigheid om de hoek komt kijken. Voorzienigheid verwijst naar de handen van God. Voorzienigheid is de verwezenlijking van Gods plan om zijn uitverkoren volk te redden door middel van een proces dat alleen God kent en begrijpt. En in dat proces werkt God ook zijn plan uit om de verworpenen bekering en geloof te onthouden, zodat ze onderworpen zullen zijn aan de rechtvaardige toorn van God in dit leven en in het leven hiernamaals. Romeinen 9 vers 17 spreekt van de handen van God. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik u in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Dit is een citaat uit Exodus 9 vers 16. En nu begrijpen we waarom we meer dan 10 minuten in Exodus waren. Als we een citaat uit het Oude Testament zien, zijn we verplicht om daar in het Oude Testament te kijken om de context te begrijpen. Geparafraseerd zegt God tegen Farao: het is voor mijn eer dat ik u heb opgewekt en dat ik mijn macht in u kan tonen. En dat mijn naam over de hele wereld mag worden verkondigd. En ik zal al uw wandaden wreken. Al uw wandaden op mijn volk Israël wreken. En ik zal u en uw leger verdrinken in de Rode Zee. Wacht even. Het hele Egyptische leger had hierin geen keus. En ze verdronken ook in de Rode Zee. Wat leert God ons in dit verhaal? God leert ons dat zij allen
verworpenen vertegenwoordigen, die samen met hun leider Satan in de hel zullen worden geworpen. En geen van hen ontsnapte. Dit waren menselijke lichamen die door Farao werd gebruikt om misdaden tegen de kinderen Israëls te plegen. Ze waren gewillige slaven van Farao. Daarom strafte God hen ook en verdronk hen met hun aanvallende leider in de Rode Zee, die een beeld is van de hel. Dit is waarom God de verworpenen in de hel kan werpen. Het is omdat ze vrijwillig zondigen. Plak hier een sticker naar Romeinen 9 en ga naar Spreuken 16 vers 4. Spreuken komt na Psalmen. Hier in Spreuken vers 16 vers 4 wordt de voorzienigheid van God tentoongesteld. Misschien wilt u dit vers inkleuren of markeren, zodat u het makkelijker terug kunt vinden. En u zou er goed aan doen dit als herinneringsvers aan de kinderen of op een zondagschool te geven, omdat de voorzienigheid van God hier openlijk wordt getoond, als in Romeinen 9 vers 17. Kijk naar dit vers, Spreuken 16 vers 4. Daar staat: de Heere heeft alles gewrocht, gewerkt, om zijn zelfs wil. Ja, ook de goddeloze, tot de dag des kwaads. De meeste mensen haten dit vers, net zoals de Romeinen 9 haten. Zelfs als we dit vers masseren en proberen de letterlijke betekenis ervan uit de Hebreeuwse tekst te halen, komen we met deze letterlijke vertaling. Elk werk van Jehovah is voor zijn doel, en zelfs de goddelozen, voor de dag van rampspoed. Zijn de goddelozen het werk van God en zijn ze door God voorbereid op de dag van rampspoed? Dat is wat dit vers zonder enige twijfel zegt. Dit vers staat in de Bijbel. Geloven we de Bijbel? Geloven we dit vers? Als we het niet geloven, zouden we in strijd zijn met Openbaringen 22 vers 9. Met als gevolg dat God ons in de hel zou werpen. Hier is de voorzienigheid van God te zien. Dit zijn Gods handen die zijn plan uitwerken. Maar dan, wat is de verantwoordelijkheid van Farao? De kerk waar ik naartoe ging, geloofde deze uitspraak. God heeft zijn soevereiniteit, maar de mens heeft zijn verantwoordelijkheid. Is dat waar? Is het onze verantwoordelijkheid om Jezus de hand te reiken en hem te accepteren? Is het onze verantwoordelijkheid om ons eigen leven op te ruimen? Ze zeggen: kijk wat Christus voor jou heeft gedaan. En nu ben jij verantwoordelijk voor het behouden van die grote gave van redding. En leven dat God behaagt. Is het onze verantwoordelijkheid om de naaste lief te hebben als onszelf? Nee, dat is volslagen onzin. Kijk naar het woord verantwoordelijkheid. Dat woord is een samensmelting van twee delen. Antwoord en vermogen. Hadden we, voordat we gered werden, het vermogen om te reageren, om Jezus de hand te reiken en hem te accepteren? Absoluut niet. We waren geestelijk dood en we waren niet in staat om iets te doen dat God behaagde. Hebben we het vermogen om ons eigen leven op te ruimen? Nee. Voordat we gered werden, hadden we geen enkel vermogen. Nadat we gered zijn, zullen we ons leven opruimen, dat is zeker. Want we hebben een dringend verlangen gekregen om die dingen te doen die Goden welgevallig zijn.
Heiliging is een geschenk van Gods genade uit zijn voorzienigheid. Evenzo hebben we, nadat we gered zijn, niet de mogelijkheid om die grote gave van redding te behouden. God heeft het ons gratis gegeven. En God laat het niet aan ons over om dat geschenk door eigen werken te behouden. De volharding van de heiligen is een geschenk van Gods genade uit zijn voorzienigheid voor zijn uitverkoren volk. Johannes 3 vers 18 zegt: wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is alreede veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Vers 19. En dit is de veroordeling, dat er licht in de wereld is gekomen en dat de mensen de duisternis meer lief hadden dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Is het onze verantwoordelijkheid om in Christus te geloven? Nee. Jezus zei in Johannes 6 vers 44, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Het is Gods verantwoordelijkheid om allen tot Jezus te trekken die de Vader voor de grondlegging van de wereld in Christus heeft uitverkoren. Voordat God ons tot Jezus trok, waren we allemaal ongelovigen, zoals de verworpenen. En we hielden meer van duisternis dan van licht, omdat onze daden slecht waren. In plaats van het woord verantwoordelijkheid, zouden we het woord aansprakelijkheid moeten gebruiken. We worden niet verantwoordelijk gehouden, maar we worden wel aansprakelijk gesteld. Was het farao's verantwoordelijkheid om te geloven wat Mozes zei? Nee. Net zoals de heiligen werden gekozen voor de grondlegging van de wereld, zo werd farao verworpen voor de grondlegging van de wereld. In Spreuken 16 vers 4 en in Romeinen 9 vers 17 zeggen het zo duidelijk. Maar hij zal voor God aansprakelijk worden gehouden voor al het kwaad dat hij heeft gedaan. Sla 75 pagina's naar rechts naar de handelingen van apostelen. Hoofdstuk 15 vers 17. God sprak via Jacobus, de halfbroer van Jezus, tot alle afgevaardigen die bijeen waren in de eerste vergadering te Jeruzalem. Wat hij daar zei verraste al de Joden in het publiek. Hij herinnerde hen eraan van de profeet Amos, dat God de tabernakel van David zou herbouwen, wat de kerk van de Heer Jezus Christus is. En toen zei God in Handelingen 15 vers 17, opdat de rest van de mensen de Heere zou zoeken en alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heere die al deze dingen doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Alle heidenen, over wie mijn naam is uitgeroepen, is een verwijzing naar de uitverkorenen onder de heidenen. Ik zie mezelf daardoor God aangesproken, via Jacobus. En dan volgen de woorden, zegt de Heere die al deze dingen doet. Dit spreekt van de handen van God. Hier is de voorzienigheid van God voor al zijn uitverkoren volk. Maar het volgende vers, vers 18, spreekt ook over de handen van God. Ook in de wereld, ook hier is de voorzienigheid van God op het oog. Maar nu is het niet alleen God die voor zijn uitverkoren volk zorgt, maar ook voor alle verworpenen, want dit vers spreekt over al zijn werken. Hoe voorziet God in de verworpenen? Verhardt God hun harten? Sla alsjeblieft
Romeinen 9, vers 18 op, waar de sticker nog tussen zat, als het goed is. God vat hier samen wat hij heeft gezegd in versen 15, 16 en 17. God zegt in vers 18: zo ontfermt hij zich dan die hij wil en verhardt die hij wil. Verhardt God de harten van de verworpenen? Ja, dat is wat dit vers heel duidelijk zegt. Wie hij wil, verhardt hij. Ze worden geboren met een hard hart. En God verhardt hun hart nog meer naarmate de tijd verstrijkt. Dat is precies wat we hier lezen. Onthoud dat de titel van deze preek is: de geheime voorzienigheid van God. God is absoluut soeverein in zijn uitverkiezing. Hij heeft medelijden met wie hij wil. En God is absoluut soeverein in zijn verwerping. Wie hij wil, verhardt hij. Kunt u van Farao zeggen: het is zijn eigen schuld dat deze slechte man een verworpene is? Kun je zeggen dat Adolf Hitler of Jozef Stalin slecht waren omdat ze daarvoor kozen? Nee, dat is volslagen onzin. De mens verwerpt zichzelf niet. We kunnen het duidelijk zien hier in Romeinen 9. God werkt zijn verwerping van de mens door de zondigheid van de mens. Maar verwerping vond, net als verkiezing, plaats voordat de mens werd geboren, of goed of kwaad had gedaan. Van eeuwigheid af, zei de absoluut soevereine God in zichzelf: hiertoe zal ik u verheffen, opdat ik mijn macht in u zou kunnen tonen en dat mijn naam over de hele aarde zou worden verkondigd. Dat is de reden waarom verworpenen worden geboren. Daarom is het er bij God ontzagwekkende majesteit. Niet verschrikkelijk in de zin van wat we vandaag begrijpen, maar zijn majesteit is vol ontzag. Zijn majesteit is vol verwondering, macht en mysterie. Zo lezen we in 2 Korinthe 2 vers 16: voor de een zijn wij de reuk des doods ten dode, en voor de ander de reuk des levens ten leven. Voor de verworpenen draagt ons evangelie de smaak van de dood, wat ze er niets mee te maken willen hebben. Maar voor de uitverkorenen draagt ons evangelie de smaak van het leven, dat ze willen hebben. God verhardde de harten van de verworpenen, terwijl ze onder het gehoor van het evangelie waren. Ze zijn er zowel buiten de kerk als in de kerk verworpenen. Mensen gaan elke zondag naar de kerk, ze luisteren naar de preek, en als ze de kerk uitgaan, zijn ze doder dan toen ze binnenkwamen. God verhardde hun hart terwijl ze in de kerk waren. Nog een voorbeeld. God verzekerde Mozes dat Farao zijn hart zou verharden. En dat gebeurde 10 keer. Maar God verhardde eerst het hart van Farao. Want dat lezen we hier in Romeinen 9 vers 18. God deed dat. God is absoluut soeverein. Sla ongeveer 90 pagina's naar links om. Naar het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, vers 39. God heeft zijn uitverkorenen soeverein lief. En zij ontvangen barmhartigheid. God haat soeverein de verworpenen. En zij ontvangen zijn verharding. Kan er onrechtvaardigheid zijn bij God? Nee. God is onaantastbaar. Ik heb het woord op het bord geschreven, zodat je het kunt onthouden. Wat betekent het? Irreprochable.
comprehensible in het Engels. Het betekent dat je hem geen enkele schuld kunt geven. God kan niet beschuldigd of bekritiseerd worden voor alles wat hij doet. Hij is de eigenaar van de hele schepping. Hij heeft het geschapen. Zowel de uitverkorenen als de verworpenen zijn van hem en hij kan ermee doen wat hij doet. Dat lezen we ook in de vaten ter ere en ter onere. Daarom lezen we in Johannes 12, vers 39. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja wederom gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met hun ogen niet zien en met hun hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hun genezen. God deed dat. God verhardde hun harten. Ga alsjeblieft weer naar Romeinen 9. We gaan verder met vers 19. Wie ben jij die God tegen God antwoordt? Gij zult dan zeggen, wat klaagt hij nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maagsel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom heb gij mij al zo gemaakt? Dat is een gemeen bezwaar. Het is net zo slecht als de suggestie in vers 14 dat er ongerechtigheid zou kunnen zijn bij God. Het bewijst dat ik deze versen correct heb uitgelegd. Anders zouden ze niet op deze manier bezwaar hebben gemaakt tegen Gods woord. Wie zijn zij die zo tegen God durven antwoorden? Zij zijn degenen die bezwaar maken tegen de soevereiniteit van God. Ze willen een God die buigt voor de grillen van een mens. Ze willen een God die wacht op de reactie van een mens voordat hij iets kan doen. Daarom hebben ze hun eigen kleine idool gecreëerd dat nergens goed voor is. En dit is niet van God. En dit is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel is almachtig. De God van de Bijbel verordineert wat hij laat gebeuren. Daarom zegt God in de Bijbel, want er zijn zekere mannen binnengeslopen die van oudsher deze veroordeling waren voorbestemd in Judas 4. God heeft hen van oudsher verordineerd tot veroordeling. Maar we kunnen God nooit de schuld geven. Adam deed dat. De vrouw die gij mij gegeven heeft om bij mij te zijn, zij heeft mij van de boom gegeven. En ik heb gegeten. Dat was een gemeen bezwaar. Hij stapelde deze zonde bovenop de zonde van het eten van de boom. En het laat de waarheid zien van Jezus' woorden toen hij zei, en ieder die de zonde begaat is een slaaf van de zonde. Onze God is onaantastbaar. Hij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat hij doet, omdat hij rechtvaardig is in alles wat hij doet. Als we niet al zijn werken begrijpen, mogen we er geen bezwaar tegen maken. Maar we moeten onthouden, want mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten. Waar vinden we tegenwoordig een kerk die de ganse raad van God durft te prediken? Waarom maken mensen bezwaar tegen wat ze in de Bijbel vinden? Waarom geloven ze niet het hele woord van God? God staat niet terecht. Het woord van God staat niet
op de proef. Maar de mensheid staat terecht. Laten we dit heel praktisch maken. Geloven we het hele woord van God? Dat is de test die God ons voorlegt. Geloven wij God? Ga nu alsjeblieft naar de profetie van Jesaja, hoofdstuk 10, vers 5. We zien hier een duidelijk voorbeeld van Gods decreet van verwerping. U vindt Jesaja na Psalmen, Spreuken, Prediker. God profeteerde hier dat de legers van het koninkrijk van Assyrië het noordelijk koninkrijk van Israël zullen binnenvallen. Ze zullen Israël van de kaart vegen en dan zullen ze ook proberen het zuidelijk koninkrijk Juda te veroveren. We lezen in Jesaja 10 vers 5. Wee de Assyriër, die de roede mijn storens is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Ik zal hen zenden tegen een huichelachtig volk en ik zal hen bevel geven tegen het volk mijner verbolgenheid, opdat hij de roof roven en plunderen de plundering en stellen het ter vertreding gelijk het slijk der straten. Wie voert het Assyrisch leger aan om het koninkrijk van Israël onder de voet te lopen? God deed het. God zegt, ik zal hem sturen. Assyrië functioneert als een haaseter van God tegen de hypocriete natie Israël. Die is afgegleden naar ernstige afgoderij. Deze heidense natie wordt door God gebruikt om oordeel te vellen over de natie die naar zijn naam is genoemd. Maar toen Assyrië het heeft gedaan wat God had opgedragen aan de koninkrijken van Israël en Juda, en de koning van Assyrië te veel vertrouwen kreeg in zijn capaciteiten, zei God in vers 12, Jesaja 10 vers 12, want het zal geschieden als de Heer een einde zal gemaakt hebben van al zijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem, dan zal ik te huis zoeken de vrucht van de grootheid des harten van de koning van Assyrië en de pracht van de hoogheid zijner ogen. De koning van Assyrië dacht dat hij door zijn kracht en wijsheid deze verovering had gemaakt. Maar God zegt in vers 15, ik zal een bijl zich beroemen tegen die die daarmee houdt, zal een zaag pochen tegen die ze trekt, alsof een staf bewoog degene die hem opheffen. Als men een stok opheft, is het geen hout. Daarom zal de Heere der Heerscharen, onder zijn vette en magerheid zenden. En onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden, als de brand des vuurs. Met andere woorden, nadat God zijn doelen had bereikt door het middel van het Assyrische leger, zou God nu streng optreden tegen Assyrië. Eerst werd de koning van Assyrië, Sanherib, vermoord en niet lang daarna veroverden de Babyloniërs het koninkrijk Assyrië. Hadden de Assyriërs enige kans om gered te worden? Nee! Ze waren een hele natie van verworpenen die door God werden gebruikt om de straf op te leggen die hij had uitgevaardigd op de natie die naar zijn naam was genoemd. Maar dit is niet het einde van het verhaal. God zegt tegen Juda, wees niet bang voor de Assyriër. Daarom zegt de Heere, Heere, der Heerscharen alzo, vrees niet, gij mijn volk dat de Sion woont voor Asser, als hij u met de roede zal slaan en hij zijn staf tegen u zal opheffen naar de wijze der Egyptenaren. Want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toorn tot hun vernieling. Want de Heere der Heerscharen zal tegen hem een geesel verwekken, gelijk de slachting van Midian was op de rots van Horeb. En gelijk zijn staf
over de zee was, de welke hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. Tweemaal, zegt God, naar de wijze van Egypte. Bedenkt dat het Egyptisch leger verdronk in de Rode Zee. Niet één ontsnapte. God zal de verworpenen veroordelen voor wat ze de kinderen van God hebben aangedaan. En evenzo zegt God tegen ons, wees niet bang voor Assyrië. Vrees niet, vrees hen niet die het lichaam doden, maar die de ziel en de ziel niet kunnen doden. Maar vrees God, die lichaam en ziel in de hel kan werpen. Dit zijn geen nieuwe dingen. In het jaar 1619 na Christus werden de Dordtse leerregels geschreven. Het eerste leerstuk was getiteld Goddelijke verkiezing en verwerping. Tegenwoordig lezen mensen dat oude spul niet meer. De Dordtse leerregels zijn zeer zorgvuldig geschreven door dominees en geleerden die trouw waren aan de Bijbel. Laat me proberen deze leer van verwerping in mijn eigen woorden samen te vatten. God zegt tegen mij, ik hou van je, mijn uitverkorenen. Ik heb van je gehouden met een eeuwige liefde. Mijn zoon, ik zal van je houden tot in alle eeuwigheid. Aangezien ik van jou hou, zal ik alles voor je doen wat het beste voor je is. Ik weet dat je het niet altijd het gevoel dat het in jouw belang is, maar je moet mij vertrouwen. Ik weet dat ik je af en toe pijn doe, maar je moet mij vertrouwen dat deze kastijding voor je eigen best wil zijn. Hoe kan het anders? Zou het waar zijn dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die naar zijn uitverkorenen geroepenen zijn? Dat is absoluut waar, ik ben geen leugenaar, maar dit is waarom de verworpenen in de wereld zijn, om op jou de kastijdingen die ik voor je heb ontworpen. Door deze pijn leer ik je prachtige lessen in dit leven, zodat je voor mij een betere dienaar zult zijn dan voorheen. Vrees niet wanneer deze pijn de neiging heeft om je als een overstroming te overspoelen. Ik heb nog steeds de controle. Mijn genade is genoeg voor jou. De hymn die we nu gaan zingen is 411. En geeft aan waar ik afgelopen half uur over heb gesproken. Ik hou van alle vijf completen. Dus hier zijn de woorden van de vijf completen. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid in his faith, in his excellent worth. What more can he say than to you he has said, to you whom for refuge to Jesus have fled? To you whom for refuge to Jesus have fled. Fear not, I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, I will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my gracious omnipotent hand, upheld by my gracious omnipotent hand. When through the deep waters I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow. For I will be with thee thy trials to breast, and sanctify to thee thy deepest distress,
And sanctify to thee thy deepest distress. When through fiery trials thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, I only design thy dross to consume and thy gold to refine. Thy dross to consume and thy gold to refine. The soul that on Jesus has leaned for repose, I will not desert to his foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never forsake. I'll never forsake. Laat ons in gebed tot de Heere wenden. Onze barmhartige God en hemelse Vader, wij bidden u, Vader, om uw Heilige Geest, om ons wijsheid te geven wanneer we lezen over uw verkiezing en verwerping. Het is zo gemakkelijk vast te lopen in onze kennis van deze zaken. Maar we realiseren ons dat we niets weten. Daarom bidden wij dat wij uw woord getrouw mogen lezen. Dat wij het mogen geloven. We bidden ook, Hemelse Vader, dat u ons geloof verstrekt. Zodat we voorbereid mogen zijn wanneer uw kastijd aan de hand komt om ons recht te zetten. We bidden ook voor de redding van iedereen die hier is en ook voor iedereen die meeluistert. Jong en oud, wijs en eenvoudig, we bidden voor deze dingen in Jezus' naam. Amen.